Goedemorgen, welkom op ons YouTube kanaal. Vandaag is het weer een nieuwe dag. En we hebben een beetje uitgeslapen, dus dat wil zeggen dat het nu eigenlijk al 11 uur is of zo. En Jenno vroeg net nog aan mij voor ontbijt. Dus ik was misschien een beetje laat om nog te ontbijten. Dus heb ik hem even nu nog naar de bakker gestuurd voor haar brood te gaan halen. Dan kunnen we dadelijk croque monsieur of een toastie eten, zoals ze het in Nederland zeggen. Vind ik wel net eigenlijk zo prettig. We hebben in één keer middageten en middageten en ontbijt eigenlijk een beetje in één. Het is gewoon beter. Trouwens, het klinkt misschien een beetje anders, maar het is allemaal ik eigenlijk volgens mij verkouden aan het worden. Mijn neus doet een beetje lastig en ik heb ook heel een beetje keelpijn. Wanneer dat eigenlijk voornamelijk de vermoeidheid zal zijn die dat toegeslaan is. Omdat we echt al heel erg druk bezig zijn de laatste dagen, weken eigenlijk zelfs. En ik niet zo heel erg veel slaap heb gehad natuurlijk. Maar ja, kijk, er komt verbetering in zicht nog heel eventjes. En we zijn eigenlijk klaar met al onze verbouwingen hier bij ons thuis. En veranderingen en schilderwerken en al die dingetjes. Dus nog eventjes. En we gaan terug ook leukere vlogs kunnen maken. Ook voor jullie. Want ik vind het toch altijd heel erg lastig. Want ja, elke keer die verbouwing lijkt elke keer opnieuw en opnieuw hetzelfde. Het lijkt dat een beetje saai aan het worden, vind ik zelf persoonlijk. Dat klinkt misschien raar om te zeggen, maar ik vind het gewoon jammer. Ik maak veel liever gewoon video's waar we elke keer iets leuks doen. Oeh, ik ben helemaal... Oké, hier ben ik weer. Ik maak veel liever video's waar we echt eigenlijk iets leuks doen. In plaats van altijd maar te schilderen en bezig te zijn in ons pand. Dus ja, ja, er komt gewoon verbetering op komst. Er komen ook nog een paar heel erg... toffe activiteiten aan. We gaan binnenkort ook nog iets heel erg leuk doen. Ik kan niet veel meer zeggen. Dus ja, er komen gewoon toch toffere video's aan. Die altijd maar werken in ons huis en bezig zijn en die dingetjes. Maar dat is nu gewoon eenmaal een deel geworden even van ons leven. En we nemen nu dat ook echt mee in ons dagelijks leven. Dus aangezien dat een deel is even van ons leven, iets waar we heel erg druk mee bezig zijn, ja, dan nemen we automatisch... Ook al willen we dat eigenlijk helemaal niet, jullie daar ook in mee. Die saaie dingen zegt. Het is heel zwaar geweest, de verbouwing. Maar ja, er gaan wel superveel veranderingen komen. Vandaag gaan we trouwens ons sanitair blok schilderen. Ik zal ze heel even tonen. Want Jenno heeft daar niet gisteren, maar wel eergisteren nog even aan bezig geweest om overal primer op te zetten. Dus hier is eigenlijk de toegang voor de klanten. Dus hier gaan ze binnenkomen. Zo wandelen dus de klanten binnen in ons sanitair blok. Dit gaan we dus eigenlijk allemaal vandaag schilderen. Dit hier ook gaan we allemaal nog schilderen vandaag. En hier staat ook nog een muur die we vandaag moeten schilderen. Aan beide kanten trouwens. De muur heeft 2 kanten. Hier gaan we nog behang aan plakken vandaag, hoop ik. Ik weet niet of dat gaat lukken vandaag, maar hier een behang. Hier komt er een babyverschoonhoekje. Hier gaan we misschien een andere kleur doen, of zo weet ik ook nog niet. Hier is dan de minder valide toilet. Hier heb ik al een eerste laag verf op gezet trouwens. Je ziet best nog wel al wit, vind ik persoonlijk. Ik ben er wel tevreden over. En ja, het licht gaat dus aan en uit, er zitten timers op. Hier komt dus onze lavabo. Hier heb ik ook al een eerste laag verf op gedaan, maar zoals je ziet nog niet helemaal goed. Dus er moet nog ietsje meer verf op. Nog een tweede laag. Deze muur hier, die heb ik ook helemaal geverfd. Die ziet er wel goed uit. Behalve dat hier nog zo'n stukje lelijker zit. Maar dat is omdat er nog behangpapier over moet. Hier komt dan een toilet. Hier heb ik ook al een eerste keer geverfd. Dat ziet er ook wel al tamelijk oké uit. Maar we gaan vandaag nog een tweede laagje opzetten. En hier gaan we ook nog een tweede laagje moeten opzetten. Dat is een andere toilet. En hier komt een urinoir voor de mannen. En hier moet ook nog een tweede laagje verf opgezet worden. Dus... ja, het ziet er wel al heel goed uit. En natuurlijk, hier hebben we ook nog een raam. Hier is dus, waar we ook nog behangpapier moeten hangen. En hier gaan we het ook nog wit schilderen. Maar weet ik niet of dat vandaag gaat lukken, maar we hebben heel erg veel werk. Maar ik hoop dat het gaat lukken. En ik hoor hier ook al onze deur. Goedemorgen, hier is de bakker van dienst. Ja. Ik heb het brood meegemaakt. Ja, goed hoor. Vers uit de automaat. Ja. Ik was heel even alles aan de tijd tonen van qua werkjes die we nog moeten doen vandaag. Dus ja. Maar we geraken wel vooruit, liefje. Het gaat eigenlijk wel goed vooruit. Ja. Ja. Wel tevreden. En misschien hebben we een oplossing voor onze tafels, hè? Ja, want we hebben nog altijd geen tafels, hè. Ja, het is hier altijd een stoelendans. We hebben wel stoelen, maar we hebben geen tafels. Ja. Maar we hebben waarschijnlijk een oplossing gevonden, en dat zal heel nipt worden. Want ja, zoveel tafels op één tafel, oké. Maar zoveel tafels hebben de meeste winkels niet op stok. Dan moeten ze dat bestellen. Dus het gaat nog heel krap worden of dat de tafels hier geraken. Ik ben ook heel benieuwd. En anders moeten we aan onze klanten vragen om een tafel mee te brengen van thuis. Onnozelaar. Maar dat is wel nog werken, dat komt zeker in de krant. Dus, ja. Een koffie en theehuis zonder tafels. Ja. Dat is weer iets nieuws. Ja, dat is waar. Ja. Maar nu eerst gaan we een beetje eten, schatje. Ja, ik heb het ook gegeten. Hap, hap, hap. Bik, bik, bik. We hebben... wat hebben we gemaakt? Crocs. Maar dan... Of een toastie, hè, zoals we het in Nederland zeggen. Met, kijk, naar de binnenkant. Banaan en appel. Lekker, hè? Dat is heel erg lekker. En gezond ook nog eens, hè? Ja, dat is fruitjes tijdens je middag eten. Ja, een gezonde toastie. Ja. Lekker. Is het toch lekker? Hoeveel keer? Goed gekeurd. Ja. Ik heb net ook al een hapje genomen, dus ik wist al dat het lekker was, hoor. En het is alweer terug avond. We hebben echt de hele dag bezig geweest aan ons sanitair blok. Om ons sanitair blok te schilderen. En het is nog altijd niet in orde. Voorlopig hebben dus de wc-hokjes allemaal een finishing laag gehad. Maar, ik stap op iets scherp. Dus de wc-hokjes hebben allemaal... Wat ben ik allemaal aan het doen? Dus de wc-hokjes hebben dus allemaal een finishing laag gehad. Maar er zijn ook nog gewoon, er is echt zo'n grote ruimte dat we gewoon niet meer rond zijn geraakt. We hebben echt al ons best gedaan. We hebben uren bezig geweest. Dus nu dus trouwens terug nacht zelfs. En we zijn altijd niet klaar geraakt met alles. Jammer, kijk, ik heb trouwens ook hier. Ik weet niet of je het goed ziet. In mijn haar. Het is dus verf. Er is het plafond aan het verven was. En ik ben er alleen met mijn kop tegen gebotst. Mijn hoofd tegen gebotst. En het is echt wel... Ik ben echt... Kijk, ik ben echt sterk aan het worden door zoveel gewoon te schilderen. Maar ik ben echt gewoon... Ik ben uiteindelijk ook echt beu gewoon het schilderen. Dus we blijven gewoon bezig met schilderen. En het raakt maar niet klaar, dat vind ik wel. Het raakt wel bijna klaar. Nog heel even volhouden en we zijn klaar. Nog 1 of misschien maximaal 2 lagen overal en we zijn gewoon klaar. Dus ik kijk daar echt al naar uit. En dan ook richting onze opening. Toen natuurlijk nog heel veel voorbereiding natuurlijk qua doen. En daar kijk ik ook heel erg naar uit. En dat is zo'n beetje zo het punt waar wij al echt maanden gewoon naar aan het werken zijn. We hebben vorig jaar, dus augustus 2016, besloten van kijk, we willen heel graag een koffie en een theehuisje starten. Dus eigenlijk vanaf augustus vorig jaar tot en met nu zijn wij echt gewoon... bezig geweest met allemaal dingen in orde te maken en zo, papierwerk en al die dingetjes eigenlijk. En eindelijk komt het einde in zicht. Begin oktober openen wij onze zaak, onze eigen zaak, onze droom die we werkelijkheid maken. Dus er komt een droom in vervulling. Dat is echt wel heel erg tof eigenlijk. Als dit een leuk filmpje vond, zeker als het duimpjes omhoog, vind je ook niet te reageren en vergeet ook niet te... Kijk, ik ben zelfs zo moeilijk zelfs niet eens nog kan praten. Dus als dit een leuk filmpje vond, zeker duimpjes omhoog. Vergeet ook niet te reageren en ook nog te abonneren. En heel graag tot morgen. Morgen gaan we wel een ietsje leukere dag hebben. Tot morgen! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.